Hoe heeft u deze avond ervaren? Heel interessant. Ja, veel mensen ontmoet die je normaal niet kent. En ja, interessant op de Revenbee. Ook voor mijzelf wel. Dus, ja. Bent u zelf wel actief met het netwerken? Doet u dit vaker? Ja, ik ben wel vrij actief geweest, ook naar andere mensen toe. Want daar is de eerste avond ook voor. En op het begin is het wel een beetje aftasten. Maar ja, toch wel interessant. Hoe ervaart u het netwerken zelf? Vindt u dat heel moeilijk of gaat het u heel makkelijk af? Nou, ik verkoop normaal ook vlees op de markt. Dus praten kan ik met de mensen wel. En dus dat gaat me op zich wel goed af. En het is ook gewoon even durven. Maar voor die mensen die je ontmoet ook. Dus dat betreft het wel een ideale avond. Nou, fijn om te horen. U heeft ook een vermelding in het zakenklossie ondernemers met de Twents Hart. Wat vindt u, wat verwacht u daarvan? Nou, wat ik ervan verwacht, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Maar ik vind het een mooi magazine, ziet er mooi uit. En ik denk ook dat de mensen wel eens door zullen nemen.